staan hier bij een van de genomineerden voor de leukste plek van Enschede in de categorie parken, het Boerenkerkhof. Willemien Meijer, u bent de voorzitter van de werkgroep Boerenkerkhof. Waarom is dit volgens u de leukste plek van Enschede? Het ligt midden in de stad en je hebt geen idee dat je midden in de stad zit. Het is heel rustig, het is echt een bijzondere plek van historische waarde en mooie plekjes om rond te lopen, om stil te staan, om bij na te denken. En ik denk dat dat daarom een van de mooiste plekken is. En kunt u iets vertellen van de geschiedenis van deze plek? De begraafplaats is geopend in 1829. Dat moest, want rond de oude kerk op de markt was de begraafplaats vol. En de kerk was vol. En toen is hier deze begraafplaats gekomen. En voor de gemeente Enschede, dit was typisch voor de gemeente Lonneker. En voor de gemeente Enschede is die aan de Esportstraat gekomen. Hij is in gebruik geweest tot 1954 en daarna is hij erg verloederd. En er zijn de heren Stegeman en De Haan van de Historische Sociëteit zijn heel druk bezig geweest om geld te krijgen in de gemeente zover dat het gerenoveerd zou worden. Omdat er toch bijzondere kunstwerken liggen van de diverse grafstenen. Dit is het graf van de heer Blijdenstein, de oprichter van de Twentse Bank, de voorloper van de huidige ABN AMRO Bank. Zo zie je maar, het waren dus niet alleen de boeren. En dit is ook, hier heb je ook weer die symbolen. Onderaan daar zijn de fakkels die naar beneden wijzen. Dat is het einde van het levenslicht. Zo vind je hier nog meerdere graven met allemaal symbolen van ook geloof, hoop en liefde. Het anker, het kruis en het hart. En het is echt de moeite waard. Het is echt een ontdekkingstocht om hier over dit kerkhof te lopen. Vindt u dat het rustieke Boerenkerkhof de titel De Leukste Plek van Enschede verdient? Ga naar de website www.leukstepleckvanenschede.nl en stem.